Ik denk zeker te kunnen stellen dat er gerechtigheid gaat plaatsvinden. Dat de belangrijkste punten die ik heb aangetoond gisteren bij het Hof, dat die grondig onderzocht gaan worden. En ik ben dus als een blij mens van de zitting weggegaan. Ik heb ook mijn advocaat onmiddellijk geïnformeerd en die waren er ook erg blij mee. En ja, het bleek dus nogmaals dat er gisteren iemand van de pers aanwezig was. Het is dus gisteren al bekendgemaakt en ik werd door een groot aantal mensen geïmaild en opgebeld om me te feliciteren. Dus nogmaals Edmond, het is een prettige dag vandaag en ik ben heel erg blij dat ik dit nieuws naar voren kan brengen. Wel Edmond, eerlijk gezegd uit respect voor het Hof wil ik er niet zo diep op ingaan. Ik vind het beter om de relatie die er nu ligt, om die goed te houden. Ik heb heel erg veel respect voor de drie rechters die ik gisteren... Ik kende ze niet, het waren nieuwe rechters voor me. Maar ik moet zeggen dat de manier, de integriteit waarmee ik werd behandeld, de vriendelijkheid, heeft mij geraakt. Heb ik veel respect voor. Maar vooral de wijze waarop zij onmiddellijk de hoofdpunten van de bijpunten konden separeren. Ik heb zeker 14, 15 voorbeelden gegeven waarvan zij gelijk zeiden na 3 kwartier, maar dit zijn de 2 hoofdzaken. Daar gaan we op verder. Dus daar heb ik heel veel respect voor. Dus ik wil het liever hierbij laten. Ik heb veel respect voor het Hof. Ik geloof dat we op de goede weg zijn. Ik geloof dat ik niets meer en niets minder dan samenwerking zal krijgen. Dus ik wil liever niet speculeren op de details ingaan. Maar zoals je al hebt gezegd, Edmond, het was een hele prettige dag voor mij en minder prettig voor het Openbaar Ministerie. Normaal moet je 2, 3 maanden wachten. Ja. Ja. Ik heb een pleitnota ingediend met 110 bladzijden als producties. Dus dat zijn dan toch bij elkaar iets van 125 bladzijden. Normaal is dat een rechter, en hier praat je met 3 rechters. Die moeten het alle 3 lezen, die moeten daarna met z'n 3 discussiëren. Dus zo'n proces duurt 2, 3 maanden en dan krijg je een beschikking. Ja, de seponering is ingetrokken. Ja. En mijn hoger beroep is daarmee dus ook ingetrokken. Is ook ingetrokken. Mocht ik niet tevreden zijn met de uitslag, ja, kan ik weer teruggaan naar het Hof. Ja. Ja. Maar op dit ogenblik heeft het Hof dus ook teruggetrokken. Ja. Het is dus weer terug. Hoe zeg je dat? The ball is back in your court. Dit was de snelste manier. Elke andere manier, daar is over gesproken. Maar dan zit je weer met bepaalde vakantieperiodes in december. En er zijn ook al datums in november dat het Hof hier niet komt. Dus men heeft het van alle kanten goed bekeken en heeft gezegd, ja, maar in november zijn we er niet en in december zijn we met reces. Dus dit was gewoon de snelste manier om het te doen.